Nou, goedemorgen. Het is zaterdagochtend. Ik wacht nu op de bus. Ja, normaal wacht ik op de tram. Maar de tram die ik wil hebben, de specifieke tram, is uitgevallen. Defecte tram. Wat een verrassing. Dus ja, nu moet ik met de bus en de metro naar Centraal. Maar in ieder geval, ik ga vandaag weer treinen. En ja, dus nu wacht op de bus en dan op naar Melanchthonweg. En dan met de metro naar Centraal. Nou ja, inmiddels ben ik op het Melanchthonweg. Kijk, daar staat mijn bus die ik net had. En ik wacht nu op de tram, die komt er zo aan, als het goed is. Dus over een minuutje. En dan daarmee naar Centraal. En dan, ja, daar wacht op de Intercity Defect. Nou, Amsterdam hier, ja, kijk, Melanchthonweg. En nou ja, over 1 minuut komt mijn tram, dan naar Centraal. En dan wacht op de Intercity direct naar Amsterdam. Hopen dat hij wel rijdt. In ieder geval, zeg maar afwachten. En anders gaan we een ander rondje doen. En ja. Inmiddels op Schiphol weer. Ik heb even rondgelopen. Ik ga zo meteen naar Amsterdam. Kijk hoe druk die City Direct wordt die nu binnenkomt. Anders pak ik de BNL van een paar minuten daarna. In ieder geval, kijk. ICD naar Amsterdam. Dus ja. Kijk hoe druk deze wordt. Want het is best druk op de grond. Dus ja. Anders pak ik de BNL van een paar minuten. Maar op naar Amsterdam. Nee. Daar zie je. Ik zit in de ICD. Klassiek met helemaal rood. En nu ben ik naar Amsterdam. En ik denk dat ik misschien even nog wat overheen gaat naar Amsterdam. Zo het gaat beter op dus. Denk ik. En daarna gewoon, denk ik, dus ik kan ook op Schiphol nog wat eten vanmiddag. En dan op Schiphol naar huis. Dus ik denk dat dat een beetje gaat worden. En ja, ik denk of de L'Occitane op de 37 rijden. Dat is ook een ding. En vanmiddag naar Amsterdam.
metrostation van Amsterdam Centraal. Kijken of we nog een oude metro kunnen vinden. En zo niet. We blijven wachten tot er een oude metro komt. Gewoon zo'n kafding. In ieder geval, we gaan even kijken. Ik wil geen M5. In ieder geval, even kijken of er een oude metro aanwezig is. Inmiddels in lijn 53 naar het Amsterdamstation met zijn jammer antieke metro's. De sneltrambaan van vroeger. En ja, weg naar het Amsterdam. En dan met de bus naar Noord, denk ik, met 37. En ja, maar in ieder geval wil weg naar het Amsterdamstation met de metro. Station Science Park. Overstappen op trein. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Ja, in ieder geval, ja, we zijn gewoon. En ja, ik zal nog door naar Muiderpoort. Nou ja, inmiddels ben ik op het Muiderpoortstation. Ik twijfel of de lijn 41 te pakken. Zeg maar, richting Holendrecht de kant op. Of met de 37 naar Noordstation. Maar ja, de ene pas komt over een kwartier en die 32. Ik bedoel, 41 als hij zo komt. Als hij komt, dan neem ik die. En ja, nou, we wachten even af. De trams die rijden hier bijna helemaal niet. Nou ja, inmiddels ben ik op de Van Madenweg. En hier pak dan zo of de 54 of de 50 of de 53. Moet nog even kijken. Maar in ieder geval, ja. Eerst komt die de 54. Even kijken waar we de oude metro op zitten. Maar in ieder geval bedoel ik de Van de Madenweg. Inmiddels is het wachten op lijn 15 naar Sloterdijk vanaf Amsterdam Zuid. En het is bloedheet. Het is echt al heet. Leuk hè, hitte. Maar ja, het is alleen het weekend, daarna zijn we vanaf. Ja, dus ga ik nu zo met lijn 15 naar Sloterdijk. En dan zie ik wel. Nou, zoals je ziet, ik zit nu weer in een OV geval, maar in een trein. Ja, het is ook OV, maar niet bustrammel meter. Ik zit in de Flowboat 8719 op weg naar Amsterdam Centraal, naar Sloterdijk en daar. Ik wil begin wel trek te krijgen, dus sowieso wil ik straks ergens eten. Maar in ieder geval, ja, nog weg naar Centraal, dan zie ik daar wel verder. Wat ik ga doen. Misschien dat ik wel verder ga rijden, of anders blijf ik hier nog hangen. Ik heb natuurlijk een dagkaart, dus. Ja, in ieder geval kom ik bijna op Amsterdam Centraal aan en dan zie ik wel. Nou, net als een ijsje op nu in metrolijn 51 naar Sloterdijk met een M5. Ja, die voordeel is wel lekker cool. Maar ja, ik loop gewoon weg naar Amsterdam Sloterdijk. Ik let ook al vandaag met de trein. Ik dacht, nu ga ik met de metro. En daarna daar pak ik de 369 naar knooppunt Schiphol-Noord. Daar ga ik even eten. En daarna langzaam ga ik denk naar huis. Dan ga ik even kijken op Schiphol daarna. Dan langzaam naar huis. Morgen weer naar treindag, dus ja. Mijn niveau is nu op weg zo naar Sloterdijk. Zo, inmiddels net gegeten bij knooppunt Schiphol Noord. Ja, hier bij de Mac. Nu ga ik weer naar het busstation. En daarna naar Schiphol, want het is fucking 31 graden al. Baba. En dan naar Schiphol, daar nog even rondlopen en dan langzaam naar huis. Morgen weer een dag. In ieder geval klop nu naar de bus. Nou ja, inmiddels zag ik op een terras en weet je wat het is? Heat! Maar even vliegtuigen kijken en daarna van zo naar huis. Want het is heat. Nou, inmiddels in de Intercity direct naar Rotterdam. Dezelfde stand als vanochtend toevallig. Naar Schiphol had van Rotterdam. En ja, ik ben naar huis en alles dat zo op de Genia trein. Nee, gewoon wil nog naar Rotterdam. Ik vind de scores niet stranden, dat hoop ik niet. Maar ja, in ieder geval op weg naar Rotterdam en dan lekker naar huis.
Nou, ik ga hier gelijk de video afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Geef natuurlijk een duimpje omhoog, bedoel ik. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En vergeet ik niet op bij te drukken als jullie meer video's gaan willen zien. Dus ik zie je bij de volgende video. Later.